Ja, ik heb zojuist met de koster gesproken van deze kerk. De koster, dat is de baas van de kerk. Rustig hè, anders wordt de baas boos. En de koster die zei tegen mij, dat ook. Dat hoor ik nou al 600 jaar. En die herrie, daar ben ik zo zat. En iedere dag moet ik die pijp maar afstoffen. Dat orgel doet de kerk uit. Ja, je moet natuurlijk met je pijp in dicht doen als je onbewaardig gaat. Als je schoolmeester wordt, dan moet je heel goed. Maar we zeggen rekenles kunnen geven. Zullen we eens kijken of je kan rekenen? Let op, ik zal een niet zo moeilijke som bedenken. Let op. 4 min 2 is 3, zegt hij. 4 min 2 is 3, is dat goed? Maar toen, dan moesten jullie eens allemaal heel stil zijn. En toen was het altijd zo stil in de kerk. En toen dacht de koster, dit is toch wel erg saai. En toen dacht de koster, we roepen het orgel toch maar weer terug. Want dan is het wel een heleboel stuk gezelliger in de kerk. En toen klonk het zo.